weet van veel collega's hier dat ze anders in New York hadden gezeten om in jazzclubs te spelen. Andere mensen die een tourschema hadden met een theatergroep die ook helemaal is opgelost. Dus om die mensen een hart onder de riem te steken en ook om de mensen in Wageningen te laten zien wat voor makers er nou eigenlijk allemaal hier wonen en werken, heb ik dit bedacht. Nu ik ze speel, hoor ik de combinatie weer van toen bijvoorbeeld op Oerhof. Dat ik wel mijn creativiteit vol wil inzetten op de bewustwording van hoe we met de aarde bezig zijn.